We lezen Numeri 6 vanaf vers 22. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg. Zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heere, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, thuis, op de bank, in de keuken. Bijna iedere kerkdienst eindigt met de zegen. De dominee die spreidt zijn armen en hij spreidt zijn vingers en dan spreekt hij de zegen uit. Iedere dienst, dat doet alleen een dominee of een professor, een kandidaat doet het niet, een dominee wel en... En dat heb je al heel vaak gehoord. En je vader en moeder hebben dat misschien al heel vaak gehoord. Je opa en oma nog vaker. Maar waarom doen we dat eigenlijk, iedere dienst? En waarom is dat zo belangrijk? En wat betekent het? Nou, daar gaat deze dienst over. En de preek heeft daarom het thema: De Heere belooft je zijn zegen. De Heere belooft je zijn zegen. De preek heeft drie punten. De gever van de zegen, de inhoud van de zegen en de ontvangers van de zegen. Dus de gever, de inhoud en de ontvangers van de zegen. En dan gaan we in gedachten naar de woestijn. En het is daar heel warm en heel droog. En er staan allemaal tenten bij elkaar. En in het midden is er een grote tent. En er kringelt wat rook naar boven. Dat is de tabernakel. En er lopen daar allemaal mensen rond in hele aparte kleren. In die grote tent. Het is het volk Israël. In een tentenkamp. Op weg naar het beloofde land. En ze hebben hun tenten opgeslagen. En de tabernakel staat daar ook. En er kringelt wat rook. Want de priesters hebben een offer gebracht. Dat doen ze iedere morgen en iedere avond. Iedere dag moet er bloed vloeien. Twee keer per dag wordt er een dier gedood. En nu zegt de Heere God tegen Mozes. Mozes, de priesters krijgen een nieuwe taak. De priesters moeten vanaf nu ook het volk zegenen. Ja, er staat niet letterlijk dat Mozes dat tegen de priesters moet zeggen. Er staat tegen Aaron en zijn zonen. Maar Aaron en zijn zonen, dat waren de priesters. Want alleen de mensen uit het nageslacht van Aaron, die mochten priesters worden. Dus als de Heere zegt dat zij de zegen uit moeten spreken, dan is dat voor de priesters. En dan moeten die priesters dat doen, maar het maakt natuurlijk wel uit wie iets zegt. Als je op school bent, en gelukkig mag je af en toe weer naar school. Ik hoop dat je weer op school zit. En dan heb je ook pauze. En als je vriendje op zijn horloge kijkt en zegt, hé, het is pauzetijd. Dan kun je denken, ja, het is pauzetijd. Maar ja, als de juffrouw het niet zegt, begint je pauze niet. Dus je vriendje kan het wel zeggen, maar dat helpt niks. En als de juffrouw dan eindelijk zegt, jongens, pauze, dan begint de pauze echt. Dan kun je je koekje uit je tas halen, dan mag je naar het schoolplein. En zo is het ook een beetje met de zegen. In de tijd van het Oude Testament mochten de priesters de zegen uitspreken.
Ze mochten hun handen opheffen, hun vingers spreiden. Maar ja, de priester kan wel een aardige man zijn, maar wat heb je eraan? Wat heb je eraan als de priester je zegent? En de dominee, het kan ook een hele leuke man zijn, maar wat heb je aan de zegen van de dominee? De dominee kan je niet beschermen, hij kan je geen genade geven en ook geen vrede. Dat kan de Heere alleen. Maar wat moeten die priesters nu doen? Die priesters die moeten de naam van de Heere God op de mensen leggen. Hoe werkt dat? De naam op mensen leggen? Nou, als volgt. Kijk even naar je Bijbel. Wat moeten die priesters zeggen? Ze moeten 3 keer de naam van de Heere uitspreken. En iedere keer als ze dus de zegen uitspreken, dan zeggen ze, de Heere is bij je. De Heere is bij u. De Heere is bij jullie. Hij legt 3 keer zo die naam op die mensen, op die hoofden. En weet je waarom dat zo mooi is? Omdat de naam van de Heere betekent, ik ben bij je, ik zal er zijn. Dus als die priester de zegen uitspreekt en legt hij de naam van de Heere God op je. De Heere is bij je, de Heere is bij u, de Heere is bij jullie. Dus als die dominee nu, of die priesters toen, de zegen uitspreken, dan die dominee, die priester is eigenlijk maar een doorgeefluik. Die dominee is niet zo belangrijk, die priester is niet zo belangrijk. Het enige wat die dominee doet, is de naam van God op je leggen. De Heere is bij je. Het is de Heere die zegent. Hij alleen. En dan zul je zeggen, ja dat zeg je nou wel, maar hoe is de Heere dan bij je? Want je kan de naam van de Heere wel opgelegd krijgen, maar hoe werkt dat dan? Nou, wij zongen net Psalm 121. Psalm 121. En dan lees ik even een kort stukje voor. Psalm 121. Daar zien we hoe de Heere God bij mensen is. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De Heere God verliest mensen niet uit het oog. Hij valt niet in slaap. Hoe is de Heere God dan bij je? Door heel dicht bij je te zijn. Zoals de schaduw aan je rechterhand. Nou, daar wisten de Israëlieten alles van de schaduw. Want als die zon scheen in die woestijn, dan was er altijd schaduw. Dus als je jezelf nou afvraagt, is de Heere God bij mij? Steek dan eens je hand uit. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier door al de lamp, ik heb hier een schaduw aan mijn rechterhand. Zo dichtbij is de Heere God, als de schaduw aan je rechterhand. Nou, dat wisten die Israëlieten wel, in de woestijn, met altijd die zon. En dan kun je je afvragen, wil de Heere God ook bij mij zijn? Wil de Heere God ook mij zegenen? Nou, als we naar de Heer Jezus kijken, dan zien we dat er op een dag kwamen er allemaal mensen naar de Heer Jezus met hun kinderen. En die ouders die dachten, de Heer Jezus die kan ze zegenen. Maar de discipelen dachten, nou daar komt niks van in, want die kinderen dat kan niet. De discipelen hielden de kinderen bij de Heer Jezus vandaan. Maar de Heer Jezus zei, laat die kinderen komen. Zo is God. Zo is de Heer Jezus. Wil de Heere God jou zegenen? U? Ja, echt waar. Kijk maar naar de Heer Jezus. Zelfs de kleine kinderen. Juist de kleine kinderen worden gezegend.
En dan gaan we verder naar de inhoud van de zegen. Want wat zeggen die priesters nu eigenlijk? Waarmee zegent de Heere God zijn mensen? Wat zegt de dominee aan het eind van de dienst? En dan kijken we eerst even naar de structuur. Hoe die zegen eruit ziet. Wij zongen aan het begin van de dienst: zegen ons al goede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Die laatste lettergrepen die rijmen: al goede, hoede, aangezicht, licht. Nou, in het Hebreeuws konden ze ook rijmen. Maar in het Hebreeuws rijmden ze niet zoals wij dat in het Nederlands doen. In het Hebreeuws rijmen ze met getallen. En de zegen is heel mooi opgebouwd. In het Nederlands kun je het niet goed zien. Als je goed naar de tekst kijkt, dan kun je er misschien ietsje bij voorstellen. Die eerste zin, die bestaat uit 3 Hebreeuwse woorden. De tweede zin bestaat uit 5 Hebreeuwse woorden. En de derde zin bestaat uit 7 Hebreeuwse woorden. Dus er komen er steeds 2 bij. En ook de letters, daar is over nagedacht. Want die eerste zin bestaat uit 15 letters. De tweede zin uit 20 letters. En de derde zin uit 25 letters. Dus er komen steeds 5 letters bij. En dan zul je je afvragen, waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat is als volgt. Die zegen die die priesters geven, die is een soort golf. Een soort golf die over de mensen heen komt, in 3 etappes. Dus met die eerste 3 woorden, dan 5 woorden en dan 7 woorden. Die golf die komt zo over het volk heen. Dus bedenk dat dus, aan het eind van de kerkdienst, er komt een golf over je heen. Een golf van woorden van de Heere God. En die eerste golf, die is dan: de Heere zegene u en behoede u. Behoeden betekent beschermen. En als je dan goed kijkt, dan staat er: de Heere zegene u. Zegene, dat is ouderwets Nederlands. En daar heeft de herziende Statenvertaling toch voor gekozen, omdat het een aanvoegende wijze is. Dat is een beetje onbegrijpelijk misschien, maar in ieder geval, het wil aangeven, zegene, dat het een belofte is. De Heere God belooft het. Het is niet zomaar een wens, zomaar een mooie zin. Nee, het is een belofte die over je heen komt. En dan bestaat die zegen dus uit 3 zinnen. Maar dan bestaat die zegen ook nog eens uit 3 eerste helft van de zinnen en dan 3 keer een tweede helft van de zinnen. De eerste helft vertelt wat de Heere God doet en de tweede helft vertelt wat dat in de praktijk betekent. Dus dan komt er eerst: de Heere zegene u. Wat betekent dat in de praktijk? De Heere zal je beschermen. Nou, kunt u zich dat voorstellen, hoe dat volk daar in de woestijn zat? Het volk Israël op weg van Egypte naar het beloofde land. Daar gaan ze met al hun gezinnen, vaders en moeders, kleine kinderen, grote kinderen, babytjes op de arm van hun moeder. En dan gaan ze niet over een mooie asfaltweg. Nee, ze gaan dwars door de woestijn. Door dat warme zand, droog, heet. Je krijgt er dorst van. Dus je hebt water nodig. Maar dat is er in de woestijn niet altijd. En in de woestijn zijn wilde dieren. Je zal ze maar tegenkomen. Maar wat zegt de Heere God? Ik zal je beschermen. Ik zal je zegenen. Ik ben bij je. Met bescherming. Ik zal voor je zorgen. Bij ziekte en bij kou en bij warmte zal ik er zijn. En dat belooft de Heere God nu nog.
Hij belooft het u en jou en mij om bij me te zijn. Om bij jou te zijn, om bij u te zijn. Om je te beschermen. Als je op de fiets naar school gaat. Als je thuis bent. Als je ziek bent en je moet naar het ziekenhuis. En je ziet er tegenop. De Heere wil bij u zijn. Hij belooft het. En als je er tegenop ziet. Ik weet niet wat u meemaakt in uw leven. Wat u verwacht. Maar wat kunnen er veel dingen zijn waar we tegenop zien. Die behandeling in het ziekenhuis. Het sollicitatiegesprek. Dan mag je bidden. Heere God, u heeft het toch beloofd? U zegt het iedere dienst. Ik ben bij je. Wilt u bij me zijn? En als het goed met je gaat, dan mag je de Heere God danken dat hij doet wat hij belooft. Dat hij bij je is. Dat hij voor je zorgt. En dan komen we bij dat tweede punt. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. Dat tweede onderdeel uit de zegen. Weet u, de Heere God die kan zijn aangezicht verbergen. En hij kan zijn aangezicht laten lichten. Als de Heere God zijn aangezicht verbergt, dan is hij boos, toornig. En daar heeft de Heere God ook alle redenen voor. We hebben vanmorgen geluisterd naar de wet van de Heere God en de samenvatting. Als we eerlijk zijn, dan moeten we toch zeggen. De Heere God heeft alle redenen om zijn aangezicht te verbergen. Om boos te zijn, toornig. Om ons te verlaten. Maar nu belooft de Heere God niet dat hij zijn aangezicht verbergt, maar dat hij zijn aangezicht over u licht. Zoals de zon licht geeft. Zoals de zon straalt. Zo wil de Heere God met zijn aangezicht over je leven schijnen. Een stralend gezicht. Dat is een gezicht met een glimlach. Het is een bewijs van Gods goedheid. Hij kijkt vriendelijk. De Heere God weet van je af. De Almachtige God weet wie je bent. Hij kijkt naar je. En daar kun je dan ook weer van schrikken. Als de Heere God zijn aangezicht over je licht en als die alles ziet. Alles. Dus ook je telefoontjes, je WhatsApp-gesprekken. Je internetgeschiedenis, je gesprekken bij de koffie. Als God alles ziet, laat hij echt zijn aangezicht over ons schijnen. Je kan ervan schrikken. Maar het tweede deel van deze tweede zin is: en zij u genadig. De Heere God laat zijn aangezicht over ons lichten en hij is genadig. Oh, hij weet van onze zonde en hij weet van onze slechtheid. En toch wil hij contact met ons, toch wil hij ons genadig zijn. Daar hoeven we dus niet van te schrikken. Dat hij ons ziet, want hij belooft het, ik ben genadig. Maar de prijs die daarvoor betaald werd, is groot. De prijs voor Gods lichtende aangezicht is dat de Heer Jezus de duisternis inging. De Heere God belooft met zijn aangezicht over ons te schijnen, licht. Maar de Heere Jezus ging op Golgotha de duisternis in. 3 uur lang. Hij ging de duisternis in, zodat het voor ons licht zou zijn. Hij droeg de straf, zodat er voor ons genade is. Zodat wij kunnen bidden. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein.
Door de Heer Jezus mogen we het weten, we mogen erop vertrouwen. Hij is genadig. En dan gaan we naar het derde deel. En dat lijkt heel veel op het vorige. Het is iets anders. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het wordt nog persoonlijker. Eerst keek de Heere God. Hij keek vriendelijk, zijn licht straalde. En nu kijkt hij je vriendelijk in de ogen. Hij ziet naar je om. Hij is geïnteresseerd in je. Hij kijkt je recht in de ogen. En als je iemand recht in de ogen kunt kijken, dan weet je, het is goed tussen jou en mij. Zo is God. Dat belooft hij. Dat het goed zit. Dat je niet bang hoeft te zijn. Hij verheft zijn aangezicht over ons. En dan opnieuw dat tweede deel van die zin is de uitwerking, de praktijk. Want wat betekent het als de Heere God je in de ogen kijkt, als hij zijn aangezicht over je verheft? Het betekent dat de Heere God vrede wil geven. En wat is vrede? Vrede is er als er geen oorlog is. Is er dan oorlog? Nou, in Nederland gelukkig niet. Maar door de zonde is er geen vrede. Door alle verkeerde dingen die we doen, al onze verkeerde verlangens, vooral dat we de Heere God niet willen dienen, door dat hart van ons. Maar de Heere God zegt, ik wil vrede. Ik weet wel wie je bent. Ik weet wel wat voor een lelijke dingen er in jouw hart zitten. Maar ik wil vrede. En vrede is dus veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is dat God het beste met je voor heeft. Vrede wil zeggen, oh, je hoeft niet de Heere God te ontlopen als je gezondigd hebt. Je hoeft niet weg te kijken. Vrede, God wil dat het goed is tussen hem en ons allemaal. En hoe kan dat? Hoe kan dat? Want ik had het toch over zonde. Hoe kan er vrede zijn? Oh, er kan alleen maar vrede zijn door de vredevorst. Door de Heer Jezus. Hij is de vredevorst. Hij is gekomen om vrede te brengen. Ja, die priesters, die moesten offers brengen, 2 keer per dag. Maar die wezen al vooruit naar de Heer Jezus. En wij mogen het weten, die offers zijn niet meer nodig, want de vredevorst is gekomen. Hij bracht vrede tussen God en mensen. Weet je nog dat ik het had over die golf? Die golf die in 3 delen komt. Je komt eerst met bescherming. En dan komt hij met genade. En dan als laatste komt die golf met vrede. Zo over je heen. Zo is God. Zo goed is God. Vrede is het hoogtepunt. Vrede tussen hem en ons. Dat belooft hij. En die vrede, die geeft hij door zijn Heilige Geest. Want door zijn geest krijgen mensen vrede met God. Vrede met elkaar. Vrede in je hart. Dan stop je met het pesten van die jongen die wat apart is. Dan stop je met roddelen over die collega die wat buiten de groep valt. Dan wil je vrede. Als je Gods vrede ontvangen hebt, dan wil je zelf toch ook vrede. Door het werk van de geest. Vrede met God. Vrede met elkaar. Vrede, God wil het geven. Hij belooft het. En dan gaan we naar het derde punt van de preek. Want hoe zit het nu precies?
de ontvangers van de zegen. Hebben dan al die Israëlieten dat gekregen van de Heere God? Hoe zit dat? Als die priesters hun armen opheffen, hun vingers spreiden en die zegen komt door die vingers heen op al die mensen, hoe zit dat? Nou, al die Israëlieten hebben niet zomaar de zegen gekregen. Je krijgt de zegen namelijk niet als je hem niet wilt. Als je geen behoefte hebt aan de zegen, dan komt die ook niet. En ik moet nog iets zeggen. De Israëlieten wisten niet alleen van Gods zegen, maar ook van Gods vloek. De Israëlieten moesten heel radicaal een keuze maken. Willen wij Gods zegen? Of kiezen wij niet voor de Heere God en ontvangen wij de vloek? En daarvoor wil ik even met u naar Deuteronomium 28. Pak je Bijbel er maar even bij. Deuteronomium 28. Dus één Bijbelboek verder. Deuteronomium 28. Daar gaat het over de zegen van de Heere God, maar ook over de vloek. Ik begin te lezen vanaf vers 1, Deuteronomium 28. En het zal gebeuren, als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. En dan komen er een heleboel zegeningen, waarvan ik alleen de eerste twee lees. Gezegend zult u zijn in de stad. En gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Zie je hoe concreet de zegen wordt? Dat belooft de Heere God, maar hij vraagt ook gehoorzaamheid. Voor de duidelijkheid, die belofte blijft staan, hè? Die haal ik niet weg nu. De Heere God belooft het. Zijn zegen, bescherming, genade, vrede. Maar hij vraagt wel gehoorzaamheid. Hij vraagt wel geloof. Hij vraagt wel om met hem in zijn woord te leven. Het is niet zo dat je kan denken, nou ja, de Heere God hoef ik niet. En dan ga ik zondags naar de kerk en dan krijg ik toch nog even de zegen. Het is niet een toverspreuk. De Heere God vraagt geloof en gehoorzaamheid. Dat hoort er ook bij. Maar Gods belofte blijft staan. En dan lees ik een stukje met u verder. Vanaf vers 15. Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Nou, dat is iets wat we liever niet lezen. Zullen we dat maar eerlijk zeggen? Wat we misschien ook liever helemaal niet horen. En waarvan je misschien ook wel gehoopt had dat ik dat maar niet gezegd had. Maar ook dit staat in de Bijbel.
En als ik het heb over de zegen, dan moet ik toch de vloek even noemen. De Heere God belooft het, hij wil genadig zijn. Maar hebben wij er behoefte aan de genade? Zullen wij met hem leven? Zullen wij hem gehoorzaam zijn? De Heere God. Oh, en dan hoeven we niet bang te zijn voor de vloek. Want de Heere Jezus kwam naar de aarde om de vloek te dragen. Hij stierf aan het kruis op Golgotha om de vloek vanwege de zonde te dragen. Voor al onze ongehoorzaamheid en voor al ons ongeloof. De vloek die wij verdienen, hij nam hem op zich. De Heere Jezus, hij kwam vanuit de hemel naar de aarde. Om de vloek te dragen. En toen hij terugging naar de Vader in de hemel, toen ging hij zegenend naar de hemel. Hij kwam om de vloek te dragen, maar hij ging zegenend terug. Hij hief zijn handen op en hij zegende. En hij werd zegenend opgenomen. Lucas 24. Het laatste wat we van de Heer Jezus weten, wat we gezien hebben, wat de discipelen gezien hebben en wat ze ons verteld hebben door zijn woord, is dat hij hen zegende. Dus je hoeft niet te twijfelen. Je hoeft niet bang te zijn voor die vloek. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je wilt weten wie is God, denk dan aan de Heer Jezus die zegende, terwijl hij wegging. En ik hoop dat je dan nu ook begrijpt waarom die zegen zo mooi is, zo belangrijk, zo goed. Waarom de priester, de dominee zijn armen spreidt, opheft, zijn vingers spreidt, zodat die zegen van boven door die vingers op al die mensen komt. Dus als nou de dienst straks bijna voorbij is, dan mag je je handen vouwen of ze open houden. Als teken van, ik wil die zegen ontvangen. Ik wil graag uw zegen, Heere God. Je mag een eerbiedige houding aannemen. Dus dan moet je niet je jas aan gaan trekken, je veters strikken, je iPad uitzetten, koffie gaan zetten. Nee, als de zegen klinkt, neem dan een houding aan die past bij de zegen. Omdat je hem graag wilt ontvangen. En dan mag je naar huis gaan en dan mag je het weten. Ik ben een gezegend mens, ik ben een gezegende man, ik ben een gezegende vrouw. Want God is een zegenende God. Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, waar je ook bang voor bent deze week, wat er ook gaat gebeuren, je mag het weten. Hij wil mij zegenen. Hij is erbij. Want dat betekent zijn naam en die naam is op mij gelegd. Amen.